Goedemorgen. Wij staan bij Heerclub te Morsel en bij mij staat Shari Sai. Goedemorgen, Shari. Na lange tijd mogen jullie vandaag terug open. Hoe zijn de voorbereidingen verlopen bij jullie? Voor mij zijn die heel vlot verlopen. Ik vond dat er niet zoveel verschil was met vorige lockdown. Dus we hadden de schermen, we hadden de gels, we hadden de maskers. Dus voor mij waren de voorbereidingen eigenlijk geen enkel probleem. Zijn de nieuwe regels voor jou haalbaar? Of zijn er niet veel veranderd tegen de vorige lockdown? Ik vind persoonlijk dat er niet zoveel veranderingen zijn. Oké, de 10 minuten tussen elke klant is iets nieuw. Maar ja, daar kan ik perfect mee leven. Ik ben blij dat wij alles mogen doen van kleuren, alle behandelingen kunnen doen. En ja, ik heb er eigenlijk geen problemen. Met de Kappers Federatie vond de nieuwe regels goed. Dus kun je daar dan uit eigenlijk om alles? Ja, het was even een beetje onduidelijk in verband met de FPP2-maskers, of we die wel of niet moesten gebruiken. Ik heb 2 dozen voorzien, maar uiteindelijk zijn de maskers die ik nu draag blijkbaar ook voldoende. Het was misschien af en toe niet heel duidelijk, maar ik vind dat er niet zeer veel verschillen zijn met de vorige lockdown qua regels. Hoe lang zijn jullie nu gesloten geweest? Ja, wij zijn moeten sluiten in oktober, hè? Ja. Toch een paar maanden. Heel blij dat je nu eindelijk al die tijd terug open bent. Ja, absoluut. Ik heb mijn klanten heel erg gemist en mijn job ook wel. Ja. Thuiszitten is niet iets voor mij. Want van de dag dat ze wisten dat de kappers terug open mochten, de telefoon zal wel roodgloeiend gestaan zijn, denk ik. Ja. Ik heb al heel veel telefoontjes gehad. Maar natuurlijk, daar ben ik heel blij om. Hè. Dat was te denken. En dan kunnen we weer ineens terug goed invliegen. En heb je al een zicht van tot wanneer dat je al volgeboekt bent? Ja, ik denk als ze nu bellen, is toch de tweede week van maart dat ik moet volzetten. En ik heb mijn maandagen ook volgezet. Ja. Ja, en ik heb ook gehoord, je hebt me al verteld, dat het van 's morgens vroeg tot 's avonds laat zal worden. Ja, dat zijn toch inderdaad zullen lange dagen worden. Goed, want ramen en deuren moeten open blijven, duo-behandelingen zijn verboden. 10 minuten tussen elke klant, gaat dat lukken? Ja, dat moet, dus dat zal zeker lukken. Ik heb eigenlijk ervoor ongeveer dezelfde regels gehandhaafd. De deur stond altijd open, de verluchtingsroosters, de klanten zaten toen ook heel ver uiteen. Ik heb een vrij grote zaak. Ja. Het is 1 klant per 10 vierkante meter, dus ik kan wel aan 2 mensen werken. Ik kan ze meer dan 10 meter uit elkaar zetten, dus... Dat is hier zeker veilig en dik in orde. Goed. Shari, de klanten staan te wachten. Het is zaterdagmorgen. We wensen je nog veel knipplezier en hartelijk dank voor dit interview. Dat is heel graag gedaan. Dank je wel.